Journaal Teletext en Gein, 14 augustus 2017, zoeken, aka voor gekke Henkie. Lichaam Joey Hofman gevonden. Joey Hofman was kwijt in Turkije, dat ligt niet in Europa, maar ook wel, maar dat terzijde. En hij is dus gevonden, want ze waren hem aan het zoeken. Helaas is hij bij de goden en nee, hij dacht niet dat hij een god was. Verkoop eieren weer als vanuit. Kortom, dit is heel goed nieuws. En ja, dit is het zoeken van het zoeken in de titel van deze journaal Teletext en Gein van vandaag. En wel, we kunnen dus gewoon rustig met komende Pasen weer naar eieren gaan zoeken. Vandaar het zoeken. Scheepvaart Westerschelde gestremd. Er was een vrij groot schip zoek en dat zat vast in de Westerschelde waar dat ook mogen zijn. En daardoor kon het scheepsverkeer niet verder. En kleinere boten konden er wel langs. Dus mocht u nog niks te doen hebben, kunt u daar vertier op het strand gaan zoeken. Archeologen zoeken in Dalfsen, waar dat ook mogen liggen, geen idee, boeit niet. En voor de rest, aka gek Henkie, hallo Henkie. Zo te zien, vertoef jij nog niet onder de goden, ook al denk je dat je het wel bent. De oude god is dood, hij is niet bij de goden uiteindelijk. En ga maar lekker zoeken, hè? En gekke Henkie, misschien met een beetje geluk, komt dokters Arthur van Leeuwen ook nog even langs. Wie weet, wie zal het zeggen, hè? Big Ben zwijgt de komende 4 jaar. En dat is heel goed nieuws, want Big Ben staat in Londen. En zoals men wellicht weet, Londen is de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk. En het Verenigd Koninkrijk is gaat uiteindelijk uit de EU, dus kortom, je hebt daar niks te zoeken in Londen en ook in het Verenigd Koninkrijk onder meer, dus Big Ben houdt eindelijk zijn grote klap. Roddels en achterklap. Mugabe bezoek Kluivert valt slecht. Teletextpagina 108. Dat mag menig voetbalfan dan wel vinden, maar ik vind het een geweldige idee van Patrick Kluivert, hoop ik. En Edgar Davids. En men denkt weliswaar dat het een PR-stunt is, maar het is vast wel wat andere. En het vermoeden bestaat dat Mugabe Robert ook binnenkort doodgaat, want die man is zo seniel en zo corrupt als een oude man. En maar vele mensen vinden dat jullie daar niks te zoeken hebben. Ik vind het wel interessant, want dan weet ik wanneer zijn lichtje langzaam maar zeker uitdooft en uitgeblazen wordt. Noord-Korea roept zijn ambassadeurs terug in de tekst van H128. Noord-Korea, dat is niet Zuid-Korea, maar het noorden. Vraag me niet waarom dat zo is. Ja, 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 ja. Het is dus ook niet de Vietnamoorlog. Dat is daarna. Het is de tijd van de Koude Oorlog. En het is kort na de Tweede Wereldoorlog. En het werd bijna de Derde Wereldoorlog. De serie MASH. Of hoe dat dan ook heette. Suicide is painless. Goed, Noord-Korea heeft enkele ambassadeurs teruggeroepen naar Pyongyang. Dat is de hoofdstad van het land en die zijn daar gewoon rustig in het spelletje aan het kaarten. Of het poker is, weet ik niet. Of het joker is, weet ik ook niet. En dat kan natuurlijk ook miezemauzen zijn. Dat terzijde, maar de Noord-Koreaanse leider Kim Un-sung of zoiets vond dat het tijd werd om de ambassadeurs elkaar te laten bijpraten. En voor de rest
dacht je misschien, och, we hebben toch niks meer in de rest van de wereld te zoeken. Sleutel afgepakt van dronken rijder, teletext pagina 409. Een ernstig dronken man reed ergens op een snelweg, de N18 om precies te zijn, tussen Haaksbergen en Eibergen. Maar ja, Nederland heeft geen berg, niet waar. Hè? Een andere persoon wist de man te stoppen door de sleutel uit zijn auto te jatten, want technisch gezien is het dat, maar goed, dat al zeiden. Deze dronken automobilist had duidelijk niks te zoeken op een snelweg of een autoweg of een autobaan of whatever, die had niks te zoeken in het verkeer. Uiteindelijk werd de politie erbij gehaald en zijn rijbewijs werd afgenomen. De man ging daarna toch nog een keertje op de weg met een andere auto of met dezelfde en daarna kreeg hij wederom een bekeuring. En nu werd hij bekeurd voor rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. Over rijden zonder rijbewijs, daar weet ik nog vele leuke anekdotes uit. Iets met een archeoloog die een feestje had en een heel stuk glas uit de Romeinse tijd uiteraard bij wijze van grap op zijn neus zette en toen viel het ding in duigen, oftewel in duizenden scherven. Glasscherven voor de goede aarde, orde van Romeinse kwaliteit. Natuurlijk weet ik niet wie dat was, want geen zinnig mens zou in beschonken toestand zoiets doen. Natuurlijk, maar ik noemde hem Humphrey Bogart. En tot slot, gek Henkie, natuurlijk ga je geen les geven aan kinderen in de kinderklas, want dat kan toch echt niet? Want archeologie, wie weet wat voor enge ziektes je daarvan krijgt als je met de vingers in de oude grond vroet. Voor je het weet loop je de middeleeuwse builenpest op en ik denk dat voor in klas staan met kinderen, of ze nou op de lagere school zitten of het voortgezet onderwijs, of ze je de scherfjes laat schoonmaken als leuk aardigheidje. Je weet wat het is, archeologie en onderwijs, dat gaat echt niet samen, want op die manier breng je eventueel middeleeuwse builenpest weer naar voren. Ja ja, amateur archeologen en archeologie, dat kan toch echt niet samen met het onderwijs. Oh nee, sorry, ik bedoel natuurlijk. Natuurlijk, omdat het een beetje builenpest is toch helemaal niet erg, toch? Dit was het. Love and peace, liefde en vrede.